collega's. Het is voor mij heel moeilijk om de stemming hier te leiden en tegelijkertijd 5 sms'en te moeten beantwoorden van parlementsleden die mij laten weten dat ze inderdaad ook stemproblemen hebben. Ik denk dat er heel duidelijk vanuit de diensten is gecommuniceerd dat ofwel contact moet opgenomen worden met Gerrit ofwel met Stefan. Ik weet niet, maar in ieder geval een heel duidelijke... Maar niet met mij. Allee, ik... Dat was Gerrit die dat zei, hè? U mag mij altijd contacteren, maar u begrijpt ook wel dat het heel moeilijk is om tegelijkertijd hier een stemming in goede banen te leiden en dan nog eens alle sms'jes in orde te houden. Oké? Ja, nu krijg ik dus echt allerlei sms'en die niks met de stemming te maken hebben. Hè? Maar dan ook niks, hè? Nee, ik durf ze zelfs niet voorlezen, echt. Er zitten, ik ga klacht indienen want bij de genderkamer van de ombudsdienst, want er zitten onaanvaardbare sms'en bij. En trouwens, die personen die sms'jes beginnen te sturen om te gaan eten, het is niet omdat de restaurants dicht zijn dat je er zo goedkoop van gaat afkomen. Hè, dus. Ik heb dat nog te goed. Ik bewaar al die sms'en.